Hallo, hallo en super tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik sta echt heel erg gebukt, maar ik had even geen zin om jullie op een statief te zetten en ik wilde toch even met jullie praten. Want ik woon nu 1,5 week hier. Ja, het galmt echt nog enorm in mijn huis. Dat is iets waar ik me wel een beetje aan begin te ergeren. En ik heb gehoord dat gordijnen een hele goede remedie hiervoor zijn. Ja. Het is gewoon een beetje stom. Ik heb gewoon nog niet zoveel spullen. Dus daardoor is het gewoon nog heel hol. Maar ja, ik begreep dat gordijnen een goede demping hebben. Verder een live update. Nou, het is heel erg live, want ik heb jullie er meteen bij gepakt na dit bericht. Misschien, ja, ik weet, het is heel stom. Ik volg dus niet echt het Nederlandse nieuws. Er is nu dus ebola in Oeganda. En in eerste instantie was het in bepaalde gebieden in Oeganda. En dan moet je even bedenken, kijk, hoewel op de gemiddelde landkaart Kampala of Oeganda zo klein staat afgebeeld, is Oeganda 6 keer zo groot als Nederland. Maar je moet voor de grap eens gewoon van die leuke Xenos kaarten zien of weet ik veel, noem eens een winkel waar je zo'n mooie landkaart kan kopen online. Je ziet op de landkaart ongeveer Nederland even groot afgebeeld staan als Oeganda. Maar Oeganda is 6 keer zo groot als Nederland. Anyhow, dat betekende dat ongeveer ter hoogte van bij ons, zeg maar, Parijs ebola was. Nou goed, ik zal niet zo snel in paniek raken als ebola in Parijs is. Dan moet ik zeggen dat er in Europa natuurlijk heel veel gereisd wordt en het zich daardoor heel snel verspreidt. Maar alsnog. En van de, hoe heet dat, Nederlanders op reis, of hoe heet dat? Nou, de overheid, zeg maar, de Nederlandse overheid, had ik ook alweer berichten gekregen dat die gebieden ook oranje zijn. Dus daar mag je alleen heen als je bijvoorbeeld artsen zonder grenzen bent of iets. Maar, nu heeft ebola ook Kampala bereikt. En de minister van Health heeft dus aangegeven dat ze waarschijnlijk in een lockdown moeten. Het is nog niet helemaal zeker. Het kan nog alle kanten op. Maar ja, ik dacht in eerste instantie het ergste geval is dat ik uiteindelijk naar Oeganda ga met de kerst voor 3 weken. En nu denk ik, ja, kak. Het ergste geval is misschien dat wij in december elkaar helemaal niet zien. Omdat hij, het land in een lockdown gaat en ik dan dus ook niet naar dat land mag. Oké, nou, tot zover het slechte nieuws. Ja, ik moet er nu nog, dit is echt, omdat ik het niet 100% zeker weet, kan ik er nog een soort van, om lachen is het woord niet, maar verbloemen hoe kut ik het vind. Maar als het echt zo is, oh mijn god, ik denk dat ik ga janken, maar echt. Dan weet ik gewoon niet wanneer dan wel, weet je wel. Wanneer gaan ze uit een lockdown? Ik bedoel, met corona duurde het uiteindelijk 2 jaar. En achteraf gezien denk ik, oh, het was maar 2 jaar. Maar toen ik er middenin zit, dacht ik, jeetje mina, houd dit nou nooit op. Tot zover. Aan de andere kant probeer ik het positief te bekijken als onze relatie ook een ebola overwint. Dan zijn we samen sterk, toch? Tot zover. Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is zondag en ik wilde eigenlijk nu een hele leuke video maken. Of tenminste even sfeerbeelden. Van dat ik mijn ontbijt bereid. Maar ik weet gewoon niet wat ik wil ontbijten. Ik weet niet of ik even nu voor simpel en snel ga. En straks wat uitgebreider. En ik weet niet of ik nu een havermoutje neem. Ik denk dat ik toch dat doe en niet pannenkoeken. Tot zover. We'll be right back.
Oké, mijn ontbijt, dat zit erop. Ik heb vandaag ook echt een combinatie van relaxed, werken en vrienden die langskomen. Ik ga nu naar de gym. Ik moet echt toegeven, ik ben nu afgelopen week 2 keer direct uit bed naar de gym geweest. Dat werkt voor mij echt het best, want ik merk nu alweer dat ik denk, oh, dan moet ik de kou op. En het is wel lekker binnen. En ik heb eigenlijk geen zin. Terwijl als ik gewoon meteen mijn sportkleding aandoe en gewoon meteen ga, dan heb ik geen tijd om daarover na te denken. Want ik ga al. Tegen de tijd dat ik denk, oh, ik heb geen zin, ben ik al in de sportschool. En dan denk ik, ja, nu ben ik er toch al. Kunnen we net zo goed beginnen. Maar voordat ik een heel verhaal over sporten begin, ik heb nog wat dingetjes te laten zien wat nu inmiddels in mijn huis staat. Want volgens mij hebben jullie bijvoorbeeld ook helemaal niet mijn gordijnen gezien. Ik moet zeggen, ze hangen nu nog even op de vloer. Ja, deze gaat. Dit is de laatste dag dat Pompoenie hier is. Je ziet dat Pompoenie grijs wordt. Dat is niet goed. Pompoenie gaat weg. Maar ze zijn nu nog te lang. Want zeg maar, dit zijn van die kant-en-klare gordijnen. En de standaardmaat is zeg maar 1,50 bij 2,50. En het is hier 2,15. Maar goed, op mijn to-do-lijst voor volgende week of die week daarna gaat gordijnen inkorten. Ik wil ze wel gewoon ophangen zodat ik wel alvast de lusten van de gordijnen heb. Maar strijken is ook geen overbodige luxe, want je ziet hoe ze zijn opgevouwen dat die hele ring erin zit. Maar hoe mooi zijn deze gordijnen? Ik vind ze echt mega theatraal. Ik vind het echt fantastic. Nice. Wat ook nice is, is mijn werkhoek. Oh, het ziet er nu echt mega professioneel uit. Dit is het oude scherm van mijn zwager. En die wilde die al toen ik bij hun even woonde installeren in het kamer waar, of in de zolderkamer waar ik toen sliep. Maar dat kon niet op die tafel. En toen laatst begon hij er weer over. Toen zei ik, ja, heb je eigenlijk nog dat scherm? Toen zei hij, ja, dat ligt nog steeds boven. Dus bij deze, ik heb een extra scherm. Ik vind het echt wel handig, want zeker met monteren kan dat heel makkelijk zijn. En ook eigenlijk heb ik vrijwel altijd hier mijn to-do-lijsten openstaan. En dan werk ik gewoon op mijn laptop. En kijk eens even hoe klein dat laptopje ook is vergeleken met dat scherm. Besef even. Als je dat laptopje alleen ziet, denk je, oh, dat is nog best wel oké. Zie dat scherm erbij, dan denk je, jeetje. Maar goed, ooit, eigenlijk volgend jaar wil ik een nieuwe laptop kopen. Maar goed, dat is volgend jaar, want deze is ook al van 2015, 16. Deze is inmiddels ook al wel een oude bejaarde. Maar dit omaatje moet er nog even voor. Nou, dag lieve mensen. Het is 5:10 en mijn hele huis is schoon. En ik durf het bijna niet op YouTube te zeggen, maar ik vond het helemaal niet zo erg om dit te doen. Ik merk echt, en ik weet niet voor hoe lang dit gaat duren, maar nu ben ik nog zo dankbaar en zo. Ik ben nu nog zo in de honeymoon fase van mijn huis. Dat ik het zelfs dus leuk vind om schoon te maken. Nou, wie had dat verwacht? Want ik haat schoonmaken. Nou moet ik zeggen, ik volg de laatste tijd ook een beetje van die TikTok-video's met clean talk. En dan zie je dat schoonmaken. En dat vind ik toch een soort van satisfying. En ook al dat organized thing. Ik hou er wel van. Ik hou wel van een beetje geordend. Dingetjes op kleur, netjes. Ik ben ook altijd al wel netjes geweest, dat weet ik van mezelf. Maar schoonmaken, zeker stofzuigen, vond ik echt verschrikkelijk. En wat mij helpt bijvoorbeeld, ik vind de stofzuigen of schoonmaken niet leuk. Wat ik dus dan doe, dan geef ik mezelf een soort van. Wat ik doe is dat ik een beetje rondes voor mezelf maak. Waarin ik dan bijvoorbeeld 10 minuten lang op mijn telefoon mag zitten. Dan tijdens een YouTube video maak ik schoon. En dan doe ik nog bijvoorbeeld iets anders van mijn to-do-lijst tussendoor. Dat is
ja, natuurlijk multitasken, je kan er alles van vinden, maar dat helpt voor mij heel erg. Zeker omdat ik dus schoonmaken niet leuk vind. Maar dan weet ik elke keer, oké, weet je, nu is het nog maar een kwartiertje schoonmaken, want dit YouTube-videootje duurt een kwartiertje, dus dan ga ik schoonmaken terwijl ik die YouTube-video kijk. Zo doe ik het. En dan denk ik, oké, en daarna mag ik weer iets leuks doen. Maar nu was ik dat dus ook eigenlijk aan het doen. Ik had YouTube-video aangezet en ik was bezig en ik dacht, eigenlijk ga ik best lekker. Dus toen dacht ik, ja, ik begon in een flow te raken. En toen dacht ik, de video was afgelopen. Ik dacht, ja, ik kan twee dingen doen. Eén, of ik ga nu inderdaad die andere taken doen met het risico dat ik totaal geen zin meer heb. En dat ik mezelf echt weer moet slepen. Of ik ga nu even door in mijn flow en ik vlam. Nou, dat heb ik gedaan. Ik begon om 4:15 of zo. Nee, ja, 4:15. Nou, ik denk dat ik binnen een uur, anderhalf uur mijn hele huis heb schoongemaakt. Toppie! Echt, love it. Hoe lang deze flow blijft, geen idee. Tenminste, in zoverre, ik weet niet hoe lang het duurt voordat ik weer een moment heb dat ik denk, ik heb geen zin om mijn huis schoon te maken. Ik wil wel een beetje gaan proberen om echt al mijn taken van mijn to-do-lijst af te ronden op maandag tot met vrijdag. Ook het schoonmaken, want ik merk wel dat ik denk, ja shit man, het is nu zondag. Ik had eigenlijk gewoon graag een LP willen opzetten en met een boek op de bank willen zitten. Of gewoon even nog willen wandelen of weet ik veel, in ieder geval iets anders doen. En nu ga ik toch weer achter de laptop nog wat taken doen. Gelukkig is wel eigenlijk alle taken die ik echt wel moet doen, die zijn wel af. Dus ik wilde echt wel dat mijn huis schoon was voor volgende week. Ik wilde echt wel dat mijn video voor morgen online staat. Dus die dingen zijn wel af. Dus alles wat ik nu ga doen, als dat niet afkomt, is dat geen drama. Maar het voelt toch wel lekker om dat af te hebben. Dus ja, ik ga mijn zondagje verder nog even doorbrengen. Ik weet niet, hij heeft, ik merk wel dat dit niet de hele juiste belichting is. Ik heb het idee dat ik af en toe onscherp ben geweest. Mijn excuses. Dat is misschien het enige nadeel van dit huisje. Ik zei eerst, oh, het is zo'n lekker licht huis. Maar in de woonkamer, laten we het er even op houden. De woonkamer is echt heel erg voordelig als het straks zomer is. Want het is op het noorden, het is dan lekker altijd koel. Ik kan lekker deze deuren openzetten. Nou, ik heb dan een soort van verlengde van mijn woonkamer. Ik kan daar nog een bankje zetten, lekker uitwaaien. Dat is echt top. Maar nu in de winter met de wat donkere dagen, ik heb dus nu echt al de neiging, en dat zie ik dus ook aan mijn camera, om een lampje aan te zetten, omdat er dus nu dus al te weinig licht is. Terwijl, even voor de record, ja, ik heb ook achter me licht. Maar ik heb dus ook hier, van die kant, ik zit letterlijk tegen een raam aan te kijken. Zeg maar, waar ik nu naar kijk, is een raam. Misschien moet ik even de camera omdraaien. Dit is waar ik zit. Dit is een raam. Nou, tot zover. De belichting hier. Dit is toch om te huilen. Maar goed. Daar vind ik allemaal wel mijn weg in. Daarom is de video van maandag ook niet top geweest. Omdat ik echt nog daarin mijn weg moet vinden. Wat zijn de mooie plekken? Hoe moet ik het licht instellen? Waar kan ik heen gaan? Wat zijn de beste tijden om te filmen? Dat. Nou jongens, mijn avondeten had ik al gemaakt. En ik had geen zin om vanavond weer te koken. Nou ja, eigenlijk heel simpel. Mijn camera beslaat. Oh nee. De hele simpele reden was, ik had niet genoeg bakjes om nog een maaltijd te maken. Dus de maaltijd die ik heb zijn zoete aardappels, praatjes en vegan spekjes. Dat is het. En dan had ik nog allemaal soorten kruiden volgens mij uit mijn hoofd gelegd. Paprika poeder, knoflookpoeder, zout, peper, kurkuma. Nee, dat had ik er niet in gedaan. Curry heb ik erin gedaan. Nou, dat dus. En ik kan je echt zeggen, het was gewoon random door elkaar gegooid, maar het is echt heel lekker. Lieve mensen, ik heb net lekker gegeten, kaarsjes aangestoken. De LP's staan op de achtergrond. Ik denk dat ik zo ook nog wel even een plaatje ga draaien. Ik ben zo, ik weet niet wat het is, maar sinds ik hier woon zit ik zo in een romantische vibe. Echt. En dan is dat extra pijnlijk, want dan besef ik me weer dat degene waarop ik naast dit huisje ook verliefd op ben,
er nu niet is. Maar desalniettemin probeer ik het wel gewoon voor mezelf ook romantisch te maken. En dat heb ik ook altijd gedaan toen ik single was. En dat is ook mijn tip naar jou toe. Of je nou single bent of in een relatie zit of whatever. Maak het ook gewoon romantisch voor jezelf als je alleen bent. Zet kaarsjes aan. Neem je favoriete drankje of wat nou een lekker theetje is. Of weet ik veel, een bepaalde latte of een wijntje. Het maakt me niet uit. Neem gewoon je favoriete drankje. Zet je favoriete, nou ja, muziek aan. Of kijk je favoriete film. En maak het gewoon lekker knus en gezellig voor jezelf. Dat is zo, zo belangrijk. En daardoor, weet je, natuurlijk is het nu een beetje dubbel. Omdat ik denk, hè, was hij maar hier. Aan de andere kant denk ik, ja, maar dit kan ook als je alleen bent. Nou, ik ga nog heel even aan het werk vanavond. Het is nu ook echt pas, ik heb heel vroeg gegeten. Het is pas 6:10, maar het oogt nu bijna alsof het echt 10:00 s'avonds is. Maar nee, het is pas 6:10. Dus ik ga nog even, nou, ik wil denk ik tot uiterlijk 8:00 werken. En dan mijn laatste 2 uurtjes, nou ja, ofwel een boek lezen, ofwel een plaatje opzetten of zoiets. Gewoon lekker even een knus avondje nog voor mezelf. Waar ik mee bezig ben momenteel, en dat is wel heel leuk. Ik ben momenteel bezig met een Dead Human Challenge. Als jullie die video nog niet hebben gezien, ik link hem hier. Daar vertel ik niet zozeer over de challenge. Ik word altijd heel erg geïnspireerd. Aan de ene kant door filmpjes op TikTok of op Instagram of op YouTube over Dead Girl. En je kent ze waarschijnlijk wel, die filmpjes van die meiden die allemaal super strak zijn, smoothies drinken, naar de gym gaan, journalen. Nou, die hebben helemaal hun leven op orde. En hoewel ik me sinds ik hier woon me echt wel een beetje zo'n girl voel, weet ik ook gewoon, er zijn altijd dagen dat je net iets te diep in het glaasje kijkt. Dat je wat langer in je bed blijft zitten. Dat je to-do's niet afkomen. Dat je door de zeikende regen in de gym naar de gym toe fietst of zo. Weet je, dan zie je er allemaal niet zo fabulous uit. Of dat je überhaupt geen zin hebt om te sporten. Dat je last hebt van je maag. Dat je, nou, ik noem maar op dat je ziek bent, weet ik veel, er is iets gebeurd. Je hebt gewoon allemaal dagen dat het even niet gaat zoals je graag zou willen. En ik vind het ook heel menselijk. Er waren vandaag 2 vriendinnen, ik heb het niet gefilmd. We hebben heerlijk pepernoten gegeten van die vegan M&M's. Top was dat, super gezellig. En nu denk ik er niet eens meer over na. Van, oh, ik ga nu M&M's eten. Oh ja, nou dan moet ik misschien morgen dat maar niet doen. Of ze moeten vandaag op. Want straks heb ik ze over voor morgen. Nee, ik heb ook niet geteld hoeveel handjes ik heb genomen van de pepernoten. En de weet ik voor wat. Ik heb gewoon genoten. Pepernoten genoten, ja. En ze zijn nu op. Nou, dat is prima. Misschien koop ik de komende week wel weer nieuwe. That's human. Weet je, en dat is iets wat ik heel graag wil overbrengen. Ik wil echt, zeg maar, de menselijke versie van Dead Girl gaan ontwikkelen. En daaruit heb ik dan dus ook een challenge bedacht. Dead Human wordt ook uiteindelijk doorgetrokken in mijn retraites. En die wil ik in oktober volgend jaar gaan doen. Want ik merk dat ik nu gewoon zo gericht ben op het hier in Nederland even settelen. En ik wil eigenlijk ook een paar, ja, niet echt retraites, maar meer events in Nederland organiseren die leiden naar het retraite toe. Overigens kan je alles wat ik wil gaan creëren los van elkaar kopen. Dus het is niet, als je A hebt gevolgd, dan moet je daarna ook B en C. Nee, als je B wil volgen en A niet hebt gevolgd, is het helemaal prima. Dus als je niet naar die events bent geweest, maar wel de retraite wil doen, dan is dat prima. Of als je wel die events wil en niet die retraite, dan is dat ook prima. Maar wat ik voor nu wil doen, is de komende 3 maanden, december, januari en februari, zijn hopelijk ook de maanden dat Paul hier is, maar dat terzijde. Trouwens, even side note, ik begon natuurlijk deze video over de hele ebola-uitbraak. Ik kreeg nu laatst ook weer een reisadvies. Het is nog steeds geel, Kampala, dus er is nog hoop. Laten we daarop houden.
En Paul heeft vooral goede hoop, dus dat is ook mooi. Maar dat terzijde. Wat ik vooral wilde zeggen is, in de decembermaanden en juist de wintermaanden wil ik echt een Dead Human Challenge starten. En ik wil oprecht, of ik wil bewust al starten in december, want het is juist de maand waarin er heel veel snoep en dingen op tafel komt. Heel veel etentjes zijn, heel veel borrels zijn en heel veel mensen, inclusief ikzelf, altijd zeggen, ja, weet je, dit is zo'n rare maand. Het is druk, borrels, feestjes. In januari, dan begin ik opnieuw. No, girl. Je gaat gewoon nu beginnen. Tussen alle borrels door, tussen alle feestjes door, tussen alle drukte gekte door, ga jij zorgen dat jij ook je rust neemt. Dat jij ook je voedzame producten neemt. Dat jij ook je sport pakt. Dat jij ook gaat werken aan je lijf. Want als je het nu in deze december kan, dan kan je het ook in januari. Dan kan je het ook in februari. En dan kan je het de rest van het jaar ook. Dus, we gaan lekker in december starten. In de meest chaotische, gekke maand. Maar daarom juist wil ik starten met dit programma. Want het gaat je echt onwijs helpen. Als je het nu al gaat starten en het nu al doet, dan ga je het ook gewoon in januari doen. En in februari. En de rest van het jaar. En we gaan in 2023 Dead Human worden. En wie is Dead Human? Dead Human is een persoon die naar de gym gaat. Die zorgt voor de lijf. Die lekker fit is. Die geniet van groene smoothies. Lekkere salade. Lekker koken. Allemaal veel groentes, fruit. Alles. Maar ook tegelijkertijd af en toe een wijntje neemt. Een borrel neemt. En dat is hetzelfde, whatever. Lekker snackt van niet alleen groenten, maar ook van bitterballen, al dan niet vegan. Chips, taart, het mag allemaal. Af en toe een luie dag op de bank hebt, misschien een week zelfs niet sport. Omdat je er even geen zin in hebt. Nou, niet omdat je er geen zin in hebt. Nee, omdat je ziek bent of omdat je echt even helemaal hysterisch volgepland was. Want dat hebben we allemaal wel eens. En ja, het is natuurlijk fantastisch als 365 dagen er helemaal perfect uitzien. Dat je perfect op tijd opstaat en perfect je to-do's doet en perfect je werk doet. En in het weekend altijd goed kan rusten en altijd gezond eet. Fantastisch. Je doelen nastreeft, fantastisch. Maar waar het om gaat, is dat je juist ook in de momenten dat het even niet gaat, daaruit komt en er weer voor gaat. En dat is waar Dead Human voor staat en dat is wat Dead Human doet. Want die weet, oké, dit is nu even tijdelijk, dan ga ik weer en dan vlam ik. En dan vlamt die ook. Dus laat vooral even in de comments hier beneden weten wat jij van dit idee vindt. Om dus 3 maanden lang met elkaar te gaan vlammen. Het wordt echt een groepstraject. Ik ben er echt achter dat ik groepstrajecten waanzinnig vind. Omdat ik die energie zo fijn vind. Dus ga dat. Laat het zeker even weten. Voor nu sluit ik deze video af. Anders wordt het weer een hele lange video. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Vergeet dan zeker niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik je maandag bij een extra video. Doei doei.